Voilà, dat is de presentatiemap eigenlijk. Toen mijn ontwerpen klaar waren, zijn we met architecten enzovoort naar de burgemeester geweest om onze ideeën te presenteren. Dus hier zie je een algemeen beeld natuurlijk van de markt, met hier de winter, de zomer, de herfst en de lente. Dat is een globaal beeld. De winter, dat is hier een schilderij van Albert Savarese, Winter aan de Leie. Dat is dan mijn idee, het verlengde van de kerk. Dus hier zie je eigenlijk de eigenlijke plein. En dat is hier het voetpad, ja, het voetpad met bomen. Dus eigenlijk die plein, eerst is het een echte plein, maar die loopt door, volgt de straat. En ik wou ook een sterk signaal in het begin, zo. Hier gebeurt er iets. En ook de winter, de kerk. We zetten natuurlijk ook een beetje de symboliek, maar je moet ook niet vergeten dat dat is hier een luchtfoto. Ja, als je zelf die symboliek van dat kruis, als je daarop wandelt, dan merk je dat niet op. Dan heeft dat niet dezelfde betekenis natuurlijk. Dat is hier een foto van mijn ontwerp. Hier tonen we ook hoe dat bijvoorbeeld in Portugal of Brazilië bijvoorbeeld, in die landen is er een grote traditie van plaatsen van kasseien. Van graniet. Je ziet hoe dat als je met zwart en wit werkt, dat je toch een heel mooie tekening krijgt, contrast. Dat zijn twee voorbeelden van granietstenen. Een schilderij van Valerius Sadeleer, De Leie de Latem. Voilà, het stadhuis en bibliotheek. Dat is dan mijn ontwerp, de zomer. En telkens waar je dat zwart ziet, zwarte vlakken die ontstaan zijn door andere vlakken die elkaar kruisen, daar heb ik zwarte plaats. En hier komen er punten waar dat lichtjes water uitkomt. Dus kleine fonteintjes, niet echt fontein, maar kleine fonteintjes. Dus dat is ook de sfeer van de zomer, de zee, de blauwe hemel, van, dat mag je zelf interpreteren, zand, vakantie. Maar ik denk ook voor de kinderen kan dat heel plezant zijn. Ze kunnen op een manier van spreken. Het kan ook de kinderen inspireren. Hè? Dat is mijn kamp en dat is jouw kamp. Dat is bijvoorbeeld de betontegels. Hè? Dat is geen natuursteen, dat is een mijn, dat is een betonsteen. Dat zijn dan de water. Met Photoshop. Dan komen we op de herfst. Dat is een schilderij van Emil Clouds. Zonnebomen. Hier komt dus vijf pilaren. En op het plafond zal ik dan eindelijk een schilderij maken. Hetgeen wat dat hier gebeurt, vlak is een kleine verwijzing. Nee? Dat zal de herfst zijn, dat is maar een studie. Een beetje geïnspireerd door bepaalde schilderijen die Paul Robert in mijn atelier gezien had, begin 2012. Zal ik dat dan uitvoeren in Portugal? Plafond. En hier die lichte verwijzing. Op de grond. Hier zie je beter. Hè? Witte tegels, laten we zeggen. Waarop ik dan schilder. Albijn van de Nabelen, Weide in de Lente. Zo, dat is dan het havenpark, hier de doorgang van de stad, naar de markt. En hier heb ik dan, zo, dat zit met zwarte graniet, heb ik zo'n soort zwart vlak gecreëerd. Je kunt zeggen, ja, een nabootsing van de natuur. Je zou kunnen zeggen, er zijn planten, fictieve planten. Het zijn zelf vormen die ontstaan zijn, die ik niet bewust op het eerste zicht zag. Plots zag ik zo, tja, dat is misschien een plant hier, en dat zijn vreemde insecten of vogels. En hier zijn twee zetvlakken, twee heel grote zetvlakken. Bomen en lantaarn.